Als je denkt dat ze bij Volkswagen 40 jaar Golf GTI gevierd hebben met de GTI Clubsport, dan heb je het mis. Dit is namelijk de Clubsport S. Met meer vermogen, zonder achterbank en dus lichter. En zeg maar de speciale versie van de speciale versie. Ja, en wat maakt hem dan zo speciaal? Nou, er worden er maar 400 van gemaakt. 10 daarvan komen naar Nederland en die zijn op één na allemaal al verkocht. En ja, als je zo'n speciale Golf rijdt, dan wil je dat natuurlijk wel zien van binnen. Dus voor de pook een plaatje met het nummer. Wij rijden met nummer 263 van de 400. Kijk, en dat is toch altijd wel weer leuk om te kunnen zeggen, hè? Dat jij een hele speciale Golf hebt. Ja, dat uitmelken van thema's, dat kun je wel aan Duitsers overlaten. Ik bedoel, ze hoeven maar te kijken wat zustermerk Porsche doet met de 911. Ja, en als je dan moet zeggen, waar moet ik die Clubsport S plaatsen? Die verhoudt zich zeg maar als de GT3 RS tot de Porsche 911 GT3. En dat is dan de gewone Clubsport. Ik had nog niet gezegd hoeveel vermogen die heeft. Nou, hij heeft 310 pk en daarmee is het nog heel even de krachtigste Golf ooit. Het is de 2 liter TSI natuurlijk, nu naar 310 pk getuned. Hij is altijd een handbak en dat maakt die auto weer lichter, want een DSG zou hem zwaarder maken. Nee, deze auto die is een stuk afgeslankt ten opzichte van de gewone Clubsport. En dat betekent geen achterbank, maar wel een hele mooie stang tussen de veerpoten. Dat bezorgt die auto natuurlijk extra stijfheid. Ja, dat hadden alleen de extreemste hatchbacks hebben dat gehad. De Megane R26R, de Radicaal. De Mini GP, die hele snelle eerste versie van de Mini. Ja, dat zijn gewoon hele brute auto's. En deze auto, ja, die moet dat dus ook gaan worden. Natuurlijk, als je zo'n auto levert, dan moet je een tijd neerzetten op de Nürburgring. En dat hebben ze dan ook gedaan in 2016. 7 minuten, 49 seconden, 2100ste. Een record voor voorwielaandrijvers. Hartstikke snel dus. En die Nürburgringstand, die heeft hij ook als je het adaptieve rijprogramma op individuaal zet. Nou, alles staat dan op een standje race. De besturing, de gasrespons. Alles is helemaal bij de pinken. Maar één ding staat niet op race en dat is de demping. Die staat op comfort, de adaptieve demping. En dat is natuurlijk vanwege het karakter van de Nürburgring. Heel veel hoogteverschil, heel veel ongelijke stukken. Ja, dan moet je natuurlijk niet keiharde demping hebben. Nou, en dan kan je dus gaan kijken of jij ook zo'n snelle tijd neer kan zetten als Clubsport S-rijder. Nou, dat ga je natuurlijk niet halen als gewone automobilist. En over gewoon rijden gesproken. Ik had vorig jaar zomer al zoiets met die gewone Clubsport die ik toen testte tegen de Civic Type R. Wat is die auto hard voor dagelijks gebruikt, die demping? Nou, dat is natuurlijk bij de Clubsport S niet anders ten opzichte van de gewone Clubsport. Nou, waarmee verschilt hij nog meer ten opzichte van die gewone Clubsport? Bijvoorbeeld qua vermogen. Het is hetzelfde 2 liter TSI blok, maar in de gewone Clubsport levert hij 265 pk. En bij overboost kortstondig vanaf de derde versnelling 290 pk. Deze heeft dus altijd 310. Deze heeft ook een iets andere uitlaat nog. Hij heeft dikkere uitlaat eindstukken. Ja, en dat hoor je hoor. Gas loslaten, bap! Een paar ploffen. Dan hoort iedereen je wel komen aanrijden. Ja, dat is echt het typische sound engineering geluid. Wat ook een Focus ST en een Focus RS wil hebben. Het is een 4-cilinder die een beetje ja, 5-cilinderachtig klinkt. Maar het is wel heel erg leuk. En het maakt die auto natuurlijk wel speciaal. Want kom op, hey, als je zo'n speciale Golf koopt, dan wil je ook een stukje extra beleving. Het valt me trouwens nog mee. Achterin had ik veel meer rolgeluiden gehoord, veel meer een klankkast, omdat die achterbank er niet is. Zo'n achterbank heeft namelijk een ontzettend dempende werking. Maar het valt nog best wel mee hoor, er komen niet heel veel geluiden van achter. Nu zijn de zijkanten ook nog wel netjes bekleed hoor. Het is niet zo dat je ja, met een gestripte raceversie rijdt, dat zeker niet. Ik noemde net al even die Mini GP en die Renault Megane R26R, die Radicaal. Dat zijn hatchbacks, ja, ik zal ze nooit vergeten. En ja, is dit nou ook zo'n auto die me altijd bij zal blijven? Hij is natuurlijk niet zo speciaal als de Golf Limited van eind jaren 80. Met 210 pk, vierwielaandrijving, waarvan er maar 71 met de hand gebouwd zijn destijds voor Volkswagen Motorsport.
Maar ik moet zeggen, die gewone clubsport maakte vorig jaar al zoveel indruk. Met zijn scherpte. Het is echt een Golf GTI. Zo scherp had ik hem echt nog nooit gereden. Hij heeft een hele goede fanatieke turn in. Je voelt het achterkantje zich licht zetten. De achterkant is niet zo los als bij een oude Focus RS met voorwielaandrijving of bij een Civic Type R. Maar het is wel een hele fanatieke auto. En deze S, die doet daar echt wel weer een schepje bovenop. Nog iets meer beleving. Scherpte. Ja, ik kan niet helemaal tot het uiterste rijden, want daar staat nu op winterbanden. Maar dit is wel een hatchback. Een hele heftige hatchback. Ja, het is een auto waar je over 10 jaar nog wel van hebt. Van ja, die heb ik nog gereden. Dat weet ik nog wel. Er waren er maar 400 van. En dat maakt zo'n auto toch wel speciaal. Dat geeft toch een zekere magie aan zo'n auto. Goed, je kunt hem dus niet meer kopen. Hij kost iets meer dan 51.000 euro. Wel kunnen Clubsport S-rijders nog even zeggen dat ze de krachtigste Golf ooit hebben. Totdat de gefacelifte Golf R op de markt komt. Want die heeft dan ook 310 pk. Maar goed, vierwielaandrijving, een DSG. Nee, dit is toch echt de extreemste Golf ooit.